Ik word geboren. De schrijver. Wie mij gebaard heeft, denkt niet meer aan mij. Ik denk aan hem. Hij gooide me in het diepe. Hij hield van me. Ineens was ik kopij. Een ding van bandpapier en lettertype. Hij gaf mij inhoud mee. Hij liet me zingen. Al deed hij me vervolgens in de ban. Vergeef me. Prenatale herinneringen verbinden mij nog met zijn hersenpan. Het was daarboven een bezopen feest van opgedolven en verworpen zinnen, een strijd. Ik was er bijna niet geweest. Ik zie hem telkens weer opnieuw beginnen. Ook glijdt te midden van zijn schrijfgerij de schim van menig ander boek voorbij. Ik word ontdekt. De uitgever. Mijn schepper legde mij te vondeling. Ik weet nog dat ik op een vloermat lag. Een weeskind, smekend om een lezerskring. Gelukkig dat een redacteur mij zag. Hij las mijn titel en had al plezier. Hij nam me lachend mee naar een kantoor en vergat me weer. Daar lag nog meer papier. Ik maak geen kans, dacht ik. Ik ben verloren. Na maanden werd ik aan een heer getoond. De koning blijkbaar, zij het ongekroond. Hij bladerde, hij voelde hoe dik ik was. Ik zie nog duidelijk zijn vlinderdas. Hij fronst en keek de koffiejuffrouw na. Hij knikte nee en toch knikte die ja. Mijn tweede schepper, de grafische vormgever. Er kwam een slimme dame aan te pas, een kleermaakster. Zij zou mijn schamelheid bedekken met een modieuze jas. Ik moest mijn rommelige oorsprong kwijt. Ze kloonde mij en goot me in een mal. Ik bleef zo ongeveer wel wie ik was, maar toch veranderde ik geheel en al. Ze deed mijn inhoud in haar eigen glas. Ik voelde hoe ik andermaal ontstond. Mijn lettermassa werd per centimeter door haar gefatsoeneerd met kop en kont. Zij enkel stelde vast hoe ik voortaan eruit zou zien. Al weet ik zelf niet beter of ik heb altijd in die vorm bestaan. Mijn wonderbaarlijke vermenigvuldiging, de drukker. Een eenling bleef ik, met de hand gemaakt. Ik werd ook zelf een ongeduldig ding en haakte waarnaar ieder boek naar haakt de dag van de vermenigvuldiging. De drukker speelt de rol van goochelaar, hij pakt een tekst, hij tekent voor akkoord en nog dezelfde dag brengt hij een schaar aan identieke exemplaren voor. Wanneer de drukker ons als zwaankleef aan zijn zwarte vogeltruc heeft voorgedaan, dan pas krijgt de bevalling haar beslag. De vlag in top en alle remmen los. Zo ook verging het mij die ene dag. De uitverkoren druif werd druiventros. Toen ik gelukkig was, de boekverkoper. Ik lag een tijdje in het paradijs. De eerste dag vooraan, op de eerste rij, met al mijn tweede ik stapels gewijs en slanke vreemde handen streelden mij. Ik leefde in de hoop begeerd te zijn. Ik keek, mijn alter ego's keken mee, de klanten na, onmogelijk blasé. Maar elke toegedraaide rug deed pijn. Ik lag tentoongesteld in een paleis als kroonjuweel.
Er was nog heel verschil tussen de inkoopprijs en verkoopprijs. Geen laster of recensie was op til. Ik lag daar, leek het wel een eeuwigheid. Al duurde het kort, het was mijn mooiste tijd. Wolken trekken over, de recensent. Er is een heer die over boeken gaat. Een knechtje met het air van potentaat. Twee vaten heeft meneer op magazijn, een vaatje wierook en een vat azijn. Ja, er bestaat een boekenvreter die zich volvreet en vervolgens lucht geeft aan zijn windophoving en antipathie. Een kruising tussen paus en baviaan. Hij ruikt naar kamfer en bedorven wijn. Zijn hart is groot, zijn ziel is engelrein. Hij is een mandarijn die het paleis in een gevangenis veranderen kan. Zijn jas is mottig en zijn haar is grijs. Hij is bijzien, meer zeg ik er niet van. Hoe ik mijn leven redde, de antiquaar. Geen boek zit ooit geheel in het moeras. Het ontpopt zich als een curiositeit of als object voor mensengoed bij kas. Soms blijkt het ook te groeien met de tijd. Wie mij gemaakt heeft, leeft in mijn postuum. Steeds minder vaak kom ik mezelf nog tegen. Laatst nog een keer. Ik had een duur kostuum van kalfsleer met een zijden lint gekregen. Mijn schaarsheid en mijn prijs vertelden mij wat mij de brave tijdgenoot onthield. Ik ben de mensenkinderen de baas. Al wordt een hele boekerij vernield door de barbaren. Het biedt geen solaas. Nooit is de laatste mensgelijke erbij. Tot slot, ik vier mijn apotheose. Het boek. Geknakt ben ik. Mijn jas is aangevreten. Bevingerd werd ik als de goorste slet. Ik hield de windvlaag tegen in de spleten en ging met Jan en allemaal naar bed. Ik was het materiaal voor exegeten, het receptakel van gebed en wet, geesel en zachte zalf voor het geweten, de keizerzetel van het alfabet. Dit alles ben ik. En toch wou ik graag nog één keer groentje zijn, een ijdel blaas en dan de hand die, wat ik had gehoopt, mij van de stapel optilt. En mij koopt, en dan de jongenshand of meisjeshand die in mij bladert, bevend, zonverbrand. Dank u.